Hallo, leuk dat je kijkt. Deze les, die bij beweging hoort, gaat over botsen, botskracht. Eigenlijk gaat het over veiligheid. Hoe zorgt een autofabrikant er bijvoorbeeld voor dat de kracht die je voelt bij een botsing minder is? Nou, daar zijn natuurlijk een aantal voorzieningen in een auto die je al wel kent, neem ik aan. Goed, ik loop er even een paar langs. Want het gaat uit van een paar natuurkundige principes. Namelijk, die kracht bij een botsing wordt kleiner als de kracht verspreid wordt. En als jij bijvoorbeeld gaat winkelen en je neemt een tasje mee met hele smalle handvaten, dan krijg je eerder pijn in je handen dan als je een tasje neemt met brede handvaten. Of als je een rugzak opdoet met hele smalle bandjes of met hele brede banden, dat maakt nogal uit. Nou, bij een auto is dat precies hetzelfde. Een autogordel is vrij breed. Als die autogordel zo smal zou zijn als een staalkabel, ja, dan doet dat heel veel pijn als je dan daarin komt. En dan snijdt hij misschien zelfs een deel zo in je lichaam. En dat is natuurlijk heel onaangenaam. Dus daarom is een autogordel breed. De remafstand moet groter worden. Nou, hoe doet een auto dat? Een auto bijvoorbeeld heeft een kreukelzone. De voorkant van de auto kan een stukje indeuken. De airbag heb je nog. De airbag zorgt ervoor dat je niet direct met je hoofd tegen het stuur komt, maar dat je een tijd hebt om af te remmen. Je komt met je hoofd in de airbag en dan rem je een stukje af. En ook de gordel, die rekt een beetje mee. Dat heb je niet door als je eraan trekt, maar als je echt een ongeluk zou krijgen met dat ding, dan zou die gordel een klein beetje meerekken, zodat je een klein beetje nog tijd hebt voordat je echt stilstaat. En dat kan misschien, scheelt het maar 0,2 seconden, maar 0,2 seconden of 0,1 seconden, dat maakt behoorlijk wat uit. De massa, ja, als die kleiner is, is ook de botskracht minder. En als je met een hele grote auto 100 km per uur rijdt tegen een muur, is die muur kapot. En als je een tennisbal met 100 km per uur tegen de muur slaat, is de muur niet kapot. De snelheid is wel hetzelfde, maar de massa is behoorlijk verschillend. En ook de snelheid is natuurlijk van invloed. Een auto die 100 km per uur rijdt, komt met een grotere klap ergens tegenaan. Een auto die 20 km per uur gaat. Dat is ook de reden waarom je binnen bebouwde kom gewoon niet zo hard mag rijden. Gewoon om het effect, als er wat zou gebeuren, is het effect, de kracht, gewoon een heel stuk minder.